Het pilotproject Groen in Eigen Beheer is deze week in Boerdonk van start gegaan. De gemeente heeft de zorg voor het groen rondom gemeenschapshuis Den Hazepot overgedragen aan de dorpsraad. Dit heeft te maken met bezuinigingen. Boerdonk krijgt echter wel het geld dat de gemeente ervoor had gereserveerd. Dat geld kan de dorpsraad zelf besteden, in dit geval aan onderhoud van onder andere de kapel. Op initiatief van de dorpsraad is de stichting Cornelius van Boerdonk opgericht om deze taken te vervullen. De stichting is nog op zoek naar vrijwilligers. Zij kunnen zich aanmelden bij leden van het bestuur.